Janneke de Roo, ik las onlangs dat je een nieuwe zus hebt. Ja, leuk hè? Dus het is al bekend. Ja, inderdaad. Ik ga een nummer opnemen samen met Anita van Ed. En met de Stormvogels trouwens er ook bij. Het koor, de Piratenkoor. En dat wordt heel mooi. Wordt een hele mooie clip van gemaakt. En het komt op mijn album te staan. Nou, het heeft iets met vrienden te maken. Maar ik zeg het nog niet. Ik hou het nog geheim. Maar ik ben er heel blij mee, want Anita en ik, we komen elkaar regelmatig tegen in het land. En dan is het meestal even blauwe korenbloemen zingen met z'n tweeën. En dat is zo'n verschrikkelijk leuk mens. En ja, en ze zeggen altijd van, is dat een zus van je? En bij Anita is dat ook zo. Dus vandaar hebben we besloten om een nummer op te nemen wat op mijn album komt te staan. En wanneer komt het album uit? Ik ben er druk mee bezig. Het album komt 26 april uit. Dan heb ik een grote CD-presentatie in Park Zandoer in Emmen. En daar ben ik nog druk mee. Dus. Waarom is het zo belangrijk dat RTV Oranje naar Hilversum gaat? Ja, dan kom ik daar ook eens een keer op. Dus dat zou ik wel heel graag willen. En voor alle andere artiesten natuurlijk. Het is niet eerlijk, toch? Wat vind je niet eerlijk? Nou ja, goed, ze maken daar een bepaalde keuze en daar houden ze zich aan. En terwijl er zo verschrikkelijk veel goede artiesten zijn en die ook een kans willen hebben. En RTV Oranje geeft je die kans. Dus dat is natuurlijk geweldig. Ik ben ook heel druk ermee. Ik ben ongelooflijk veel probeer ik om leden te krijgen en dat lukt me behoorlijk. Dus ik heb een lekkere vlotte babbel, dus dat gaat goed. En ik deel overal natuurlijk de kaarten uit bij elke optreden. En dat moet eigenlijk gewoon lukken. Hè? Dat kan haast niet anders.